Hartelijk welkom op deze eerste Vesperviering in de Stille Week van 2022. Ook degenen die thuis met ons meekijken en vieren, hartelijk welkom op deze avond. We willen Christus volgen op de weg die hij gaat naar zijn lijden. En we willen vanavond nadenken over de gehoorzaamheid die hij heeft geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. En dat hij dan van daaruit ons tot zegen is. Laten we in stil gebed tot God gaan. We spreken onze verwachting uit dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat, naar u, Heer, strekt zich mijn verlangen. Psalm 63, de versen 1 en 3. Laten we bidden om de leiding van Gods Geest.
Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dank u wel dat u ons meeneemt op de weg achter Christus aan in deze stille week. Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. En wij hebben het verlangen om vervuld te worden met uw Heilige Geest. Om meer te beseffen wie u bent en wat u deed en wat u doet. Dat u de levende die eeuwig regeert, een weg van lijden bent gegaan om die overwinning te behalen. En wat heeft het u veel gekost? Veel meer dan wij vaak kunnen beseffen. En wij willen het ook wel tegen u zeggen dat het ons moeite kost om er echt in te komen. Om te zien waar het echt om gaat. Wilt u ons raken met uw woorden? Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? Zodat we het gaan zien. Zodat we het gaan beleven dat u dat alles deed om ons. Dat u ons op het oog had. Ook ons. Om leven te geven. En dat we zonder u dat leven moeten missen. We willen u vragen, zegen ons in het zingen, in het luisteren, in het spreken, in het bidden. Wees aanwezig in het woord. Wees aanwezig in ons midden. Om Christus wil. Amen. We lezen uit Marcus 14 vanaf vers 27 tot 42. Jezus is op weg met de discipelen naar Jeruzalem en hij waarschuwt hen. Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem, ook al zullen alle aanstoot aan u nemen, ik echter niet. Maar Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar Petrus zei, nog krachtiger, al moest ik met u sterven, zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij allen. Ze kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer
en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. Op weg naar Jeruzalem is de dreiging al langere tijd voelbaar. En de discipelen zijn bang. Bang om wat er staat te gebeuren. Pascha vieren in Jeruzalem, is dat wel een goed idee? Jezus staat immers op de dodenlijst van de overpriesters en schriftgeleerden. Laten we dit jaar maar niet gaan, was hun angstig advies aan Jezus. Dat is veel veiliger, toch? Maar Jezus is vast besloten wel te gaan. Geen enkele angst is bij hem te bespeuren. Integendeel, blijkbaar vast van plan het gevaar te trotseren. En hij heeft er al 3 keer met zijn discipelen over gesproken. Zonder angst voor wat er komen gaat. Maar nu wordt het anders. Nu wordt Jezus wel bang. Laat in de avond op de Olijfberg, als hij stilte zoekt om te bidden, wil hij vooral zijn discipelen om zich heen hebben. Want hij is onrustig en bang. Zelfs heel erg bang. Doodsbenauwd, omdat hij de dood in ogen kijkt. En wat opvalt, Jezus verbergt die angst niet. Niet voor zijn discipelen en niet voor ons. Hij schaamt er zich dus ook niet voor. Integendeel, hij vraagt hun steun. Bid met mij. Laat me nu niet alleen. Ik kan dit niet alleen. Ondersteun mij. Is dat niet schokkend? Dat hebben de discipelen nog nooit meegemaakt. Ze kenden wel andere emoties van Jezus. Dat hij moe is aan het einde van een lange dag. Dat hij blij kon zijn. Dat hij boos kon worden. Zelfs op zijn eigen discipelen. Maar niet dat hij bang kon zijn. Dat de controle over de situatie, dat hij die kwijt zou raken. Altijd kon Jezus de situatie aan, toch? En nu niet. Dat is verwarrend. Ongemakkelijk. Wat moet je met een leider die zelf bang is? Ben je dan nog wel veilig? We houden niet van zulke leiders, toch? Het is onbegrijpelijk en heel wat angstaanjagende momenten hadden de discipelen juist met Jezus meegemaakt. Boze synagogebezoekers wilden hem doden toen hij duidelijk maakte dat heidenen Joden wel eens voor konden gaan als ze niet in hem zouden geloven. Ze wilden hem de synagoge uitgooien, deden dat en wilden hem stenigen en van de rots afgooien. Maar Jezus liet zich niet grijpen. Zijn autoriteit, zijn gezag maakte dat hij midden tussen de mensen door kon gaan. Een heerlijk gevoel om zo met Jezus weg te gaan, toch? Hij heeft altijd alles onder controle. Hij staat overal boven. Hem maken ze niets. Dan ben je veilig. Als Jezus nu wel bang wordt, doodsbang, zelfs het zweet hem uitbreekt en zegt, bid met mij, dat is toch de omgekeerde wereld, niet? Wij verwachten toch dat we altijd op Jezus kunnen bouwen? Dat hij er altijd is voor ons? Wat kunnen wij hem bieden? Dat is toch verbijsterend? Wat moet je dan beginnen? Eerlijk gezegd valt dat nou niet bitterhard tegen. Is dit nou de Jezus waarop we kunnen bouwen? Dat hij ons gaat redden? Maar als het erop aankomt dat hij dan bang wordt? Hij had al eerder gevraagd aan de discipelen, kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik moet drinken?
Weet je wel waar je het over hebt? Ja, zei Petrus, dat kunnen we wel. Uw drinkbeker, uw levenslot, daar zijn wij mee verbonden. Wij horen bij u. Dus wat u overkomt, dat maken wij ook mee. Ja, dat klopt. Voor een deel. Voor een deel, Petrus. Maar toch gaat het nu verder. Het klopt dat jullie met mij verbonden zijn. En het klopt dat mijn lijden ook een afdruk zal geven in jullie leven. Zeker. En zoals ze mij behandelen, zullen ze ook later jullie behandelen. Je staat in mijn schaduw. En toch is er een groot verschil. Want in die beker die ik zal moeten drinken, wordt zoveel samengeperst. Snap je eigenlijk wel waar het over gaat? Eigenlijk zijn er drie dingen. Als Jezus de beker voor zich ziet, dan gaat er allereerst lichamelijk lijden in. Maar dat deelt hij met zoveel anderen die ook gekruisigd werden. Dat allereerst. Maar ten tweede gaat er ook psychisch lijden in die beker van Jezus die hij moet drinken. Hij, de Zoon van God, wordt veracht en behandeld als een misdadiger. Vervreemding, vernedering, verwerping. Maar ook dat kan hij nog wel delen met vele anderen. Maar dan het unieke, dat wat niemand anders zal lijden. Het geestelijk lijden. Dat Gods toorn over de ongerechtigheid en de zonde ook in die beker wordt gedaan. Onrecht, misbruik, liefdeloosheid. Dat we God niet nodig hebben en onze eigen wetten naleven. De gebrokenheid van de schepping. Alles komt in die beker. Een bittere beker, een gifbeker, zou je kunnen zeggen. Is niet te bevatten. Gaat je voorstellingsvermogen te boven. En wat nou bijzonder is om vanavond erover na te denken, is dat die beker bij u langskomt. En bij mij. Omdat Jezus zegt, ik ga die beker drinken, ik moet hem drinken. Om jullie lijden, om jullie schuld, om jullie zonde daarin te doen. Vullen maar. Wat is het dat je aan Jezus wil geven? Uw zonde, jouw lijden, je schuld, je ziekte. Dat wat je kapot gemaakt hebt door je ongehoorzaamheid. Het leed dat je anderen hebt aangedaan. Laten we even de tijd nemen. Enkele minuten. Om in stilte na te denken. Wat willen we aan Jezus geven als hij zegt, vul die beker maar. Dan zal ik hem drinken. En wegdragen voor het oog van God. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze ongerechtigheid heeft hij gedragen. Neemt u daar even de tijd voor om dat op u in te laten werken. En concreet na te denken, wat wil ik aan Jezus geven in zijn beker? Als de beker gevuld is met dat wat van u is en wat van mij, van al die andere discipelen, gaat Jezus hem drinken? Is hij bereid om die beker te drinken omdat hij met zijn vader gesproken heeft en door een worsteling heen erachter komt, er is ook inderdaad niemand anders die die beker kan drinken dan ik alleen. Dat is niet iets waar Jezus huizenhoog tegenop zag, maar waar hij doodsbang voor was. Zo zwaar was het wat daarin zat.
maar door het gesprek met zijn vader. Die worsteling, dat gesprek, wilt u die beker voorbij laten gaan als het mogelijk is? Komt Jezus daarachter? Nee, dat is niet mogelijk. En wordt Jezus, zoals in Hebreeën staat, verlost van de angst. Hij wordt niet verlost van het lijden. Het gaat toch door. Het is de bedoeling dat dat moet gebeuren. Maar hij wordt wel verlost van de angst. En dan komt hij bij de discipelen. En dan zegt hij, als je dan niet met mij kunt waken, als je dat niet op kan brengen, slaap maar. Ik ben ertoe bereid. Het gaat gebeuren. Laten we straks maar opstaan, want hij die mij verraadt is dichtbij. Maar weet u wat nou zo belangrijk is? Omdat Jezus die gifbeker gedronken heeft, komt de beker opnieuw bij ons langs. Maar nu wel om te drinken, want er zit iets anders in. Geen gif, geen bitterheid, geen zonde, geen onrecht. Maar wijn, vreugdewijn, de wijn van vergeving, de wijn van genade, de wijn van nieuw leven. Kom maar, zegt Jezus. Dit is de drinkbeker, de dankzegging, die wij dankzeggend begroeten. Ik reik het jullie aan. Voor mij het lijden en ik ben ertoe bereid. Voor jullie de beker van wijn van nieuw leven. Genade, vrede. Zodat jij in jouw lot, in jouw leven, verder kunt gaan met mij. Daarom zul je nooit in die angst hoeven te komen die ik moest dragen. Wees er dankbaar voor, want ik ga altijd met je mee. Omdat ik gedronken heb. Tot de laatste druppel. En overwonnen heb. Is er voor jou wijn van het leven. Kom. Sta op. En ga met mij mee. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, gezang 180. Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen.
Laten we danken. Die nacht Gethsemane moest komen. En wij danken u, Heere Jezus, dat u die weg ook bent gegaan. Dat u het doorleefd heeft. Dat u in onze schoenen bent gaan staan. En de straf die op ons was, van ons heeft overgenomen. En alles in uw beker bijeengebracht heeft. Om hem te drinken. Omdat wij hem niet zouden kunnen drinken. Wij danken u voor uw liefde. Dat u ons op het oog had. Om onze schuld, onze zonde, ons lijden, onze ziekte, onze ongerechtigheid op u te nemen. Om die ruil tot stand te brengen. Dat wij de beker van wijn mogen drinken. Wij willen u prijzen. En zeggen duizendmaal dank. Duizendmaal dank. Dat u die angst bent doorgegaan. En ervan verlost bent. Om zonder angst, maar vol liefde, die weg te gaan. Om ons te verlossen. Dank u. Dank u voor uw angst. Dank u voor uw dood. Dank u voor uw overwinning. We prijzen u, Heer Jezus, onze Heer. Amen. U kennen uit en tot uw leven, verborgene die bij ons zijt, zolang ons het aanschijn is gegeven, de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt der wereldzin. Thank you.
Hij die in onze schoenen ging staan, kent u en ziet u ook als het nacht wordt. Ontvang zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.